Nou, iets wat wij al heel lang roepen, dat is dat natuurbeheer vele malen meer gaat over het managen van mensen dan over echt natuur. En dit is dus ook weer een mooi voorbeeld. Het gaat vooral over emoties, beleving. Niemand wil dode dieren zien, blijkbaar. Nee, dan kom je bij het tweede punt, namelijk de zichtbaarheid. Op dit moment, we praten over een redelijk forse winterperiode, sneuvelen er aan een lopende band overal in de natuur dieren. Dat is de natuur. Echter, de herten en de hoefdieren in de Oostvaardersplassen staan vol in het zicht. Dan hebben we ook nog een beetje te maken met het Walt Disney Bambi effect. De herten spreken enorm tot de verbeelding. Maar ja, op dit moment gaan er ook allerlei otters dood, ijsvogels dood. Het is de natuur, dit is selectie, adaptatie en dus de kaasschaaf die nu bepaalt wie de beste keuzes heeft gemaakt en doorgaat naar de volgende ronde. In welke hoek zit u? Bijvoeren, niet bijvoeren, de natuur zijn gang laten gaan of zeggen ja, het is een dierentuin met een hek om? Nou, wij kijken vanuit Wageningen vooral naar vitale populaties. Dat is de vraag die wij concreet krijgen. En dan zien wij dat de hoefdierpopulatie in de Oostvaardersplassen voldoende volgens het natuurlijke systeem kan leven. En daar hoort dus ook bij dat dieren uitvallen en dat is de natuur. Maar uitvallen en afschieten, dat zijn wel twee verschillen. Hè? Er wordt nu ook proactief afgeschoten. Als dieren blijkbaar het niet gaan overleven in de winter, dan worden ze afgeschoten. Ja. Ja, ik denk dat je dan toch ook vooral de parallel moet trekken met hoe het met het hoefdierbeleid in andere gebieden in Nederland gaat. Wat is volgens jouw dierenwelzijn? Is dat dat een dier geen leed ondervindt van bijvoorbeeld doodgaan van honger? Dat gebeurt in de Oostvaardersplassen, maar op de Veluwe vele malen minder, omdat daar de populatie al in een vroege fase door proactief beheer, heet dat, gereguleerd wordt. Daar worden jaarlijks 1500 herten geschoten. En daar hoor je mensen niet over? Dat blijft redelijk uit het zicht. Die dieren die zijn over het algemeen op slag dood, dus dat wordt beleefd als een hele nette dood. Aan de andere kant kun je afvragen, is dat dierenwelzijn? Moet je onder dierenwelzijn niet ook meer verstaan? Namelijk ook dat je volledig volgens je gedrag, je instincten kan leven, dat je sociale groepsvorming kan doen, dat je willekeurige partnerkeuze hebt. Nou, we zien dus dat ook in de biologie en de ecologie er steeds meer inzicht komt in dierenwelzijn, emotionele beleving bij dieren. He, iedereen die een huisdier, vooral een hond, heeft, weet dat die dieren allerlei belevingen hebben. En dat zien we dus ook steeds meer bij de wilde dieren. Al jaren wordt hierover gepraat. Elke winter als zich dit voordoet, komt het weer terug. Dan zijn er de commissies geweest, he, commissie Gabor zelfs, in twee afdelingen die hier naar gekeken heeft. De provincie Flevoland heeft het beheer nu in handen. Is er ook weer een discussie over aan het voeren. De commissie van Geel moet er nog mee komen. Maar uiteindelijk is het toch de publieke opinie die bepaalt wat er gebeurt, lijkt het. Nou ja, dat is dus niet aan ons. Wij vanuit Wageningen doen beleidsadviserend onderzoek. Dus wij geven aan, dit is nodig om tot een vitale, levensvatbare populatie te komen. En dan zijn er een aantal scenario's. Dat leggen we de politici voor. En dan zie je dat democratie zijn werk doet. U vindt het wel democratie op deze manier? Nou ja. Ik hoor ook het verhaal dat mensen zeggen, ja, het wordt nu gedomineerd door een aantal mensen die het hardst roepen dat ze dit niet goed vinden. Maar dat is misschien maar een minderheid. Ja, nou ja, ik denk dat het geen geheim is dat vanuit Wageningen wij een voorstander zijn om de Oostvaardersplassen te laten voor wat het is. Maar dus wel te kiezen voor de verbinding met de Veluwe om die robuuste natuur nog een versterkingsimpuls te geven. Maar uiteindelijk, het blijft een begrensd gebied. En dat zien we ook in Afrika, Kruger National Park, andere wilde natuur. Uiteindelijk die hekken, de begrenzing, blijft altijd iets. Je kunt het wel uitbreiden, maar vroeg of laat loopt daar de populatie ook weer op en zit het ook weer aan zijn grens. Het zou ontzettend jammer zijn als de Oostvaardersplas het beheer gaat krijgen wat we op de Veluwe al kijken, omdat het juist ecologisch zo interessant is, wat we namelijk ook heel graag op de Veluwe zouden uitrollen, om eens op her en der op plekken de dieren zelf te laten bepalen wat zij doen en dus het beheer echt alleen maar daar te doen waar wij als maatschappij belangrijke schade en overlast beleven. Laat de natuur zijn werk doen, dat blijft uw boodschap. Het gebied is meer en groot en robuust genoeg dat de natuur het er helemaal zelf kan regelen.